Pet, dat was weer een uh, bizarre middag uh, zaterdag in Snits. Ja, onder uh, best wel pittige omstandigheden, moet ik zeggen, uh, hebben we een duel gespeeld waarbij uh, ja, heel snel duidelijk werd dat, dat wij de uh, absolute intentie hadden om dat duel te winnen. Mooi tempo, uh, goed voetbal, uh, veel kansen gecreëerd, maar uh, onszelf te weinig beloond. Ja, en uiteindelijk uh, kom je zelfs in de eindfase van de wedstrijd nog in de problemen, maar uh, ja, we hebben duidelijk gespeeld om te winnen. Het leek een beetje op het scenario van het verleden jaar, ook 2-0 voor, niks aan de hand en ik denk, dan zullen we zien dat het weer 2-2 wordt. Ja, wat dat betreft uh, inderdaad een kopie, echt een kopie. Uh, zij dachten bij de 0-2 van het zal ons niet gebeuren dat we hier uh, afgedroogd worden en, en bij ons ging uh, het tempo wat naar beneden, uh, we lieten het wat meer lopen en, en zij gingen er steeds meer in geloven, zeker naar die 1-2. Ja, en uh, met zoveel mogelijk mensen aanvallen. Nou, toen werd het toch nog een potje alsof uh, het op leven uh, en dood was, om het zo maar te zeggen. Er waren, er waren nog pittige duels. Kansen voor hun, zeer zeker. Maar ook voor ons vanuit de omschakeling. Dus uh, ja, die, die, uh, die twee, drie van vorig jaar hadden er zeker ingezeten. En ik uh, denk dat als Quick Boys niet bij de les is en uh, zijn zenuwen niet helemaal de basis is, dat de, uh, ONS Snake ook nog in staat is om te verrassen met zo'n pittige landing weer op het middenveld. Ja, prachtig hè. Ja, er lopen wel een paar jongens die nog steeds enorm lief hebben zijn. En dat, dat straalden ze zaterdag ook uit. Het zijn jongens die uh, ja, einde carrière. Nou, hoe mooi is dat voor hun om dat uh, bij, bij, bij Quick Boys uit te doen. Veel toeschouwers. Uh, maar dat zijn winnaars. En die, die jongens die laten een wedstrijd niet lopen. Die jongens gaan nog één keer gas geven. Want je moet nog ook, ook nog even met elkaar in de bus uh, terug. Dus uh, nee, ik heb er hele goede hoop in dat uh, ONS Sneek daar zijn werk gaat doen. Over afscheid gesproken. Barry van Dijk nam ook afscheid. Uh, Odin die heeft dat ook eventjes uh, duidelijk uh, laten zien tegen Quickboys. Ja, ik moet wel zeggen. Quickboys uh, misten wat jongens die uh, erg bepalend zijn voor hun, uh, hun speelwijze. Maar Odin heeft uh, zijn sportieve plicht uh, op een prachtige wijze natuurlijk gedaan. En, en ja, Barry, maar ook Richard heeft daar een afscheid gekregen, wat hij natuurlijk uh, dik verdient uh, voor het eigen publiek. Ja, weet je, het is normaal gesproken een, uh, een periode de laatste weken waarin veel verrassingen ontstaan. Uh, alleen het kwartje is nog niet helemaal uh, onze kant opgevallen. Ik was natuurlijk ongelooflijk veel bezig met de wedstrijd. Tot na de wedstrijd kwam ik de trainer, oud-trainer van de ONS Sneek tegen, Chris de Wacht. En toen werd alles relatief voor mij, want ik schrok me helemaal kapot eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk een heel triest verhaal wat Chris is overkomen. En daar heb je ook gelijk in. Op dat moment ben je met voetbal bezig en je denkt over winnen en verliezen. Maar deze beste jongen die heeft een uh, strijd die hij niet eens kan winnen. En uh, ja, dat is dus heel, heel naar om te zien. Maar vooral voor hem en zijn gezin natuurlijk. En voor iedereen die hem lief is. Ja, dit, 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 dit is verschrikkelijk om te zien. En dan, ja, dan maken wij ons druk over een, een doelpuntje voor of tegen. En dan uh, zie je de ellende die deze jongen heeft. En dat is indrukwekkend. Wij wensen hem namens uh, DVS TV en alle supporters van DVS ook uh, ja, sterkte toe. En, uh, en, en toch misschien nog wel beterschap, wie weet. Ja, je weet het niet. Je hoopt op het allerbeste. En, uh, nou, misschien dat het er mee zit, maar uh, het ziet er niet heel erg goed uit. Oké, okay, en dan uh, gaan we weer over tot de orde van de dag. Uh, aanstaande zaterdag de afscheidswedstrijd uh, voor sommige spelers. Maar ook een wedstrijd om uh, ja, toch uh, winnend af te sluiten. Hè? Ja, we hebben nog nooit gewonnen voor jongens in Groningen. Dus uh, we hebben wat records uh, verbroken dit jaar. Dus uh, laten we die er ook maar even bij pakken. Ja, het is heel simpel. Je kan heel wijs doen. Maar uh, alles valt in staat als we zelf winnen. En dan kan er op de andere velden nog heel veel goeds gebeuren voor ons. Maar het gaat erom dat we zelf op een goede manier uh, afscheid nemen van ons uh, thuispubliek. Ten aanzien van de competitie. Uh, maar winst is het enige wat telt, Zaterdag. Ja, winst is het enige wat telt. En ook voor uh, ONS Sneek. En dan gaan er uh, niet tien, maar misschien nog wel meer krattenbier naar uh, Snits. Ja, die hebben een jaar lang van uh, het gisteren nat op voorraad zometeen hoor ik links en rechts. Maar ja, goed, je hebt ook ASWA, SJC. Uh, jongens van SJC uh, gaan richting de nacompetitie. Zullen we daar met een goed gevoel in willen gaan? Uh, er is uh, genoeg spanning nog op de velden. Maar ja, nogmaals, afgelopen weken uh, zal het ons niet mee. Ten aanzien van de tussenstanden en uitslagen. En uh, nou ja, laten we hopen dat het zaterdag wel zo is. Ik herinner me in ieder geval toen we op de rand van de topklasse stonden, de laatste wedstrijd. Wij moesten naar Urk en uh, Harkemaarse Boys moest tegen Flevo Boys. En uh, Harkemaarse Boys zou wel gewoon het kampioenschap in de wacht uh, slepen met Jan Flap en consorten. En dat ging gewoon helemaal mis daar. Het werd 2-4 in het voordeel van Flevo Boys. En uh, DVS won en promoveerde naar de topklasse. Nou, uh, hetzelfde scenario uh, Bert. Ja, eens. Er zijn genoeg voorbeelden uitgeschieden waarin het wel gelukt is. We hebben ook wat voorbeelden waarin het dus niet gelukt is. Maar weet ja, je heel simpel, Piet, nogmaals, wat je moet voorkomen is het feit dat op andere velden gunstige uitslagen zijn en dat je zelf je werk niet hebt gedaan. Dat is wat we kunnen beïnvloeden. Dat is waar we voor moeten gaan. Ja, en uiteindelijk horen we wel en zien we wel via het scorebord hoe het elders verloopt. En dat zal natuurlijk ook wel bepalend zijn voor bijvoorbeeld het laatste kwartier van de wedstrijd. We gaan uit van het positieve bed en wensen we je heel veel succes mee. Dankjewel, Piet.